allergekste dingen. Maar het liefst maak ik een foto van een lekker ding. Zwaai eens even naar mij. Ik ben Bob. Ik ben Bob. En wij zijn Bob. Wat was de reisje heen toch zwaar, hè? Ja, dat weet ik nog goed. Eerst ging haar naar McDonald's. Daar hadden we een carnaval special milkshake en een frietje besteld. Maar de man in Bali was een beetje raar. Hij noemde ons een spektakel. Maar goed. We zijn van België naar Nederland. En toen we er waren, riepen we zijn aangekomen in Overhout. Mijn moeder, die trouwens ook mee was, riep: oh nee, niet weer dikker! Mijn zoontje Frank kwam laatst terug van een potje golf met zijn vriend Fred. Ik vroeg waarom hij nooit met Ernie ging. Hij zei: zou jij willen golven met iemand die de club met zijn clubs gooit, vloekt door zijn hol mist, de bal verlegt en met de punten tellen knoeit? Ik zei: nee, absoluut niet. Hij zei: nou, Ernie wil het ook niet. Ik heb 10 chocoladerepen en ik eet er 9 op. Wat heb ik dan? Weet ik veel. Suikerziekte? Laatst kwam mijn neefje en nichtje op bezoek. En ik zei tegen mijn neefje dat alleen domme mensen altijd alles zeker weten. Mijn neefje vroeg dat zeker wist. Ik zei: heel zeker. Mijn neefje ging naar zijn leraar en hij zei dat hij gepest werd. Hij zei: ze noemen me schelen, Casey. De leraar zei: wat kun jij nou schelen, Casey? Laat ze iemand tegen ons dat wij wel genoeg Pringles hadden gegeten. Wij zeiden: Pringles zijn met een speciale reden gemaakt. Als je hand er niet meer in past, dan ben je pas te dik. Wat krijg je als je een ezel met een schildpad kruist? Volgens mij, naar betrouwbare bronnen, jou met een helm op. Laatst ging ik ergens pizza eten en zijn man vroeg aan mij of ik mijn pizza in 6 of in 12 stukken wilde hebben. Ik zei in 6, maar 12 krijg ik nooit op. Maar Bob, je krijgt nog altijd alles op. Dat is waar. Laatst waren we bij iemand op zoek en ik vroeg waarom mijn lege fles in zijn hoek zat staan. Dat is toch logisch, als er iemand niks wil drinken. Wat staat er eigenlijk op het graf van de schoonmaakster? Doei? Nee, opgeruimd staat netjes. Wat staat er op het graf van de computernerd? Het zat er aan te komen. Nee, dat staat later op ons graf, Bob. Het was game over. Wat staat er op het graf van iemand die gatten graaft voor degene die dood is? Die een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Als we thuis zijn, ga ik even lekker chillen op mijn vet, boy. Oh nee, niet weer. Zoek iemand anders. Even een frietje pakken bij een nippeltje om de hoek? Ja, met frieten wel speciaal en een grote milkshake.